Onder het thema Growfest is Life, Life is a Growfest organiseert de organisatie Impact Coaching een motivatie-evenement in de ballroom van Torarica. In dat kader heeft zij vanmorgen een korte training voor de pers en een persconferentie gehouden. Growfest wordt een tweedaags evenement waarbij het accent gelegd zal worden op de persoonlijke groei van de participanten. De deelnemers zullen de ruimte krijgen om op een feestelijke manier te groeien. Marvin Polak, coach bij Impact Coaching, zegt dat mensen in een heel andere omgeving de kans en tijd zullen krijgen te werken aan zichzelf. Volgens hem wil een groot aantal mensen groeien, maar ze weten niet hoe. De vraag die vaak komt is dat men denkt dat Growfest is voor mensen die problemen hebben. Maar we hebben allemaal het gevoel dat we door moeten groeien, want dat is het. Als je kijkt naar de bomen in je tuin, die moeten groeien, dan kan je ook afvragen, maar hoe groot moet die boom worden? En die boom wordt zo groot als het kan. Wij zijn deel van de natuur, dus wij kunnen ook bepalen hoe groot we willen worden. We kunnen groeien naar waar wij willen groeien. En we zien dat de mindset niet altijd even goed is bij mensen en denken dat ze beperkt worden. Dus we willen in Growfest kijken naar, oké, waar ben je nu? Wat heb je al gedaan? Wat heeft gewerkt? En we hebben een aantal instrumenten die zich hebben bewezen, omdat sprekers en trainers die daar zijn, ook een voorbeeld daarvan zijn, dat je met de juiste instrumenten en de juiste mindset verder kan. Het evenement is voor zowel bedrijven als individuen bestemd. De kosten zijn $200 per persoon. Ruud Sinclair, die ook als gastspreker zal optreden tijdens Growfest, benadrukt dat dit bedrag een goede investering is. Ze vinden dat juist in de huidige financiële periode burgers in zichzelf moeten investeren. Ik denk dat als mensen echt dit willen bijwonen, dat er altijd een manier is om het voor elkaar te krijgen. En dat motiveert alleen maar nog meer om het beste uit die Growfest te halen. Het is niet makkelijk, ik ga niet dat het makkelijk is. Maar er is altijd, there's always a way. Als je echt, echt, echt wil. Laat een bedrag je niet weerhouden om het beste uit jezelf te halen. En $200 is veel geld, ja. Het is veel geld. Maar het is een investering in jezelf. Het is een investering in jezelf die je dubbel en dwars, op de Surinamse zeggen, terug gaat verdienen wanneer jij je beter voelt in je vel. Wanneer je weet van oké, dat is mijn sterkte en daar ga ik naartoe. Wanneer je beter kan voorkomen, wanneer je beter kan voordoen aan mensen. Wanneer jij hebt geïnvesteerd in de ontwikkeling van jou. Marvin Polak en daarvoor Ruud Sinclair vandaag tijdens de persconferentie over het Growfest evenement. Deze activiteit wordt van 22 tot en met 24 november gehouden in de ballroom van Hotel Torarica.